Yes. Oké, ja, leuk man. Fijn dat je zo snel dit kon oppakken om dit te doen. In de eerste plaats natuurlijk. Ja, zeker. Even kijken, ik wil deze keer iets doen waar ik over het algemeen aan het begin niet doe. Omdat het onderwerp gewoon heel interessant is. En ik wil gewoon even kort mijn positie en wat de vragen zijn die ik hierover heb even op tafel leggen. Zodat we van elkaar weten waar we staan voordat jij een korte beschrijving geeft van wat je doet en wie je bent en waarom je dit werk geschreven hebt. Wat ik een beetje zie, en dat heeft ook te maken denk ik met mijn geschiedenis, is dat de identiteit van Nederland en van het Nederlanderschap sterk aan het veranderen is. En dat heeft meerdere redenen. Niet in de minste het feit dat we etnisch aan het veranderen zijn. Onze demografie is aan het veranderen. Tegelijkertijd zijn er geopolitieke redenen. Het voortschrijden van de tijd en de tijdsgeest zorgt ervoor dat we die vraag opnieuw moeten stellen. En in het geheel zie ik twee extreme. De meeste mensen zullen daar wat genuanceerder zijn, maar om het even goed neer te zetten, gebruik ik de twee extreme kanten, namelijk de cosmopolieten. Dat zijn de mensen die denken dat nationale identiteit eigenlijk helemaal geen rol meer hoeft te spelen. We zijn allemaal wereldburger en fundamenteel zijn we allemaal hetzelfde. Ik denk dat die één belangrijk ding vergeten, namelijk dat het echt, dat identiteit, en of dat nationaal of etnisch of iets anders is, enorm belangrijk is voor hoe mensen zichzelf identificeren. Dus een van de problemen waar ik vaak tegenaan liep, was dat ik dacht dat mensen het woord allochtoon niet meer wilden gebruiken. En ik dacht, hoezo niet? Ik ben een allochtoon. Ik ben trots op de identiteit van de allochtoon. Dus ik wil juist niet gerekend worden tot zomaar nog een Nederlander. Ik ben die ander. Nou, daar ben ik iets van teruggekomen, maar om maar een voorbeeld te geven. En tegelijkertijd heb je nog de andere kant van het spectrum, de conservatieve kant. Die het liefst de nationale identiteit willen behouden zoals die geweest is. Vaak is dat een arbitraire punt in de tijd. Ik denk dat die heel erg leiden aan status quo bias. En wat zij vergeten en niet zien, is het inherent dynamische karakter van identiteitsvorming. Dat iets is wat door de geschiedenis heen zich aanpast en dergelijke. En dat we die vraag altijd opnieuw wel moeten zullen stellen. Dus voor mij zijn die dingen zoals de nationale identiteit en de multiculturele samenleving zijn niet zozeer dingen die je moet nastreven of voor moet waken. Het zijn feiten. Het zijn feiten en we moeten er iets mee. En wat moeten we daarmee? Daar gaan we hopelijk dit gesprek... Ja, je hebt al een hele samenvatting gegeven. Ik vind het een boek volgens mij. Dus is dat zo? Dan zijn we klaar. Die ik ook hier uitdraag. Dus, Goed. Ik heb het boek niet gelezen, dus wellicht zijn we intuïtief op hetzelfde vlak. Maar ik heb nu dus een heel grote inleiding, snelle inleiding geven van hoe ik in dit vraagstuk sta en waarom ik het interessant vind en wat ik denk dat de perspectieven zijn. Ja. Dus laten we snel doorgaan naar wie jij bent en wat je doet en waarom je het boek geschreven hebt en met welke intentie. Ik ben dus Gert-Jan Geling en ik zal dus ook meteen iets vertellen over mijn roots, want dat is natuurlijk misschien in de context van het boek wel belangrijk. Ik kom oorspronkelijk uit Oost-Groningen, daar ben ik geboren en getogen. Ik heb daarna Utrecht gestudeerd, een aantal jaren in het buitenland gewoond, in het Midden-Oosten, Libanon, Egypte, maar ook in Amerika en diverse Europese steden. En daarna teruggekomen, nu woon ik in Den Haag en ik doseer aan de Haagse Hogeschool. En dan geef ik les over veiligheidsvraagstukken. En daarnaast doe ik onderzoek en ik schrijf boeken, columns, opiniestukken, et cetera. Dus dat, ik heb nu een nieuw boek geschreven, maar ik zal het ook meteen even laten zien. Dan zien mensen het zo goed. Het boek Ik hou van Holland, pleidooi van patriotisme. En dat is een boek waar ik al een hele tijd eigenlijk mee liep, maar ik dacht, dat wil ik eigenlijk gaan schrijven. En waarom? Om eigenlijk een beetje aansluitend bij de analyse die jij net hebt gegeven. Hey, je ziet in het debat eigenlijk, ten eerste zie je dat Nederland al een paar decennia worstelt met zijn identiteit, onder andere omdat de samenleving verandert, zoals jij net ook al beschreef. En dan zie je die twee tegenpolen, zeg maar, die cosmopolieten, en ik noem ze dan de andere groep, de nationalisten, eigenlijk liberale nationalisten in mijn boek. En die botsen, en het lijkt heel erg van alsof je daar een keuze tussen moet maken. Hè. Oftewel, je hecht je aan een soort van vast omlijnde identiteit die inderdaad niet dynamisch is, die niet open staat voor nieuwkomers.
En die heel erg gebaseerd is op inderdaad een arbitrair punt uit de tijd. En die heel ook echt best wel etnisch georiënteerd is natuurlijk. Hè, van wie is de Nederlander? Ja, dat zijn de zogenaamde echte Nederlanders, zeg maar. En anderzijds, en, dat cosmopolitische standpunt van ja, nationaliteit is achterhaald. Sterker nog, het is zelfs niet alleen achterhaald, het is gewoon slecht. Het is kwaadaardig en het leidt tot oorlogen en genocides. En daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. En daar moeten we het eigenlijk ook vooral niet over hebben, zeg maar. Dat is een beetje een stroomman van de cosmopolitische standpunt. Maar dat zit er wel een beetje in, zeg maar, onder die mentaliteit. En toen dacht ik, ja, maar is dat wel zo eigenlijk? Is het wel zo zwart-wit als het gaat om dat vraagstuk nationalisme? Of zijn we op een gegeven moment daar eenmaal zo gaan denken, ook door de ontwikkelingen die Nederland heeft doorgemaakt, de Tweede Wereldoorlog, andere aspecten, zeg maar, die ons denken over nationale identiteit en nationalisme sterk gekleurd hebben. En toen ben ik me er eigenlijk in gaan verdiepen. Ook omdat ik heb een aantal jaren in het buitenland gewoond. En daar kom je toch achter dat je in één keer dat je Nederlander bent. En dan merk je ook direct van wie is Nederlander en wie niet. En, dan zie je misschien ook, en hoe merk je dat dan? Hoe valt het je? Nou ja, dat is gewoon iets als je daar, als je ergens zit en je komt andere Nederlanders tegen, dan heb je direct een connectie. Dan maak je direct een praatje. Mm-hmm. Of dan vertel je iets over wie je bent, waar je vandaan komt. Dat doe je niet hier met vreemde mensen zomaar, zeg maar. Hè. Maar wel als je een Nederlander ergens anders herkent. Maar ook gewoon Nederlands met totaal achtergronden uit totaal andere sociaal-economische milieus of uit totaal een deel van het land. Waar je plotseling toch een band mee hebt die je normaal gesproken niet zou hebben als je hier gewoon in Nederland zou zitten. Maar plotseling ben je Nederlanders onderling ergens anders. Hè. En dan zie je het verschil en dan zie je ook direct de overeenkomsten wat je samen deelt. En die ervaring had ik dus vaak gehad. En toen werd ik me alleen maar bewust natuurlijk van mijn eigen Nederlandschap en nationale identiteit, et cetera. En ik ben me daar in de loop der jaren in gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, als je naar de filosofie kijkt, hè, daar kunnen we zo nog even verder over doorgaan natuurlijk, dan zie je dat het denken over nationalisme helemaal niet zo zwart-wit is. Hè. Er zijn veel filosofen die een veel genuanceerde standpunt innemen in die discussie. Een aantal van die filosofen, die voer ik op. Ja, iemand als bijvoorbeeld een Marta Nussbaum, die speelt een belangrijke rol in mijn boek. Ja. En dat is eigenlijk een soort van bekeerling als het gaat om patriotisme, omdat hij daar eerst heel veel tegen was. Omdat zij toen dat die kosmopolitische klasse behoorde, dacht dat was slecht. Maar gaandeweg daar echt de voordelen van is gaan zien. En nu eigenlijk in een van haar boeken, Dieke Emoties, juist pleit voor patriotisme ook. Hè, van daar is een heel hoofdstuk aan gewijd. Dat zegt dat is heel belangrijk. Het kan heel belangrijk zijn voor de samenleving, mits het op de juiste manier wordt ingevuld. Mm-hmm. Nou, en zij is een van de filosofen die ik opvoer, maar nog veel meer andere denkers. Een aantal van die denkers die behoren tot de school van de liberale nationalisten. Iemand als Will Kimlicka uit Canada bijvoorbeeld, David Miller van Oxford, Jij had hem hier ook van Oxford. Patrick Lobuik uit België, uit Antwerpen. Dat zijn een aantal zogeheten liberale nationalisten. Die pleiten voor een liberaal nationalisme, om het zo maar te zeggen. En dat is een inclusieve, niet-etnisch georiënteerd nationalisme, waar iedereen bij kan horen. Mm-hmm. Los van die achtergrond of waar je vandaan komt, puur op het feit dat je identificeert je met het land en met haar burgers. En dat is ook een nationalisme wat dus dynamisch is, wat verandering eigenlijk voorstaat, of dus daarvoor openstaat en dat soms ook omhelst. Maar tegelijkertijd wel het belang van die identiteit benadrukt. Mm-hmm. En dat belang is ook van de erkenning daarvan en het uitdragen daarvan. He, en ook dat een overheid het mal mag uitdragen, maar niet mag opleggen aan mensen. He, dus een overheid moet wel eigenlijk staan voor die nationale identiteit in de samenleving, maar die kun je niet afdwingen bij mensen. Dat zou dat illiberale nationalisme, dat misschien ook vanuit je achtergrond, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten heb je dat natuurlijk heel sterk met Arabisering of Turkificatie, et cetera. Ja. Dat kun je niet doen natuurlijk. Ja, maar tegelijkertijd mag je wel staan voor je nationale cultuur en zeggen dit is de cultuur. Aan de andere kant, die cultuur verandert ook. En dan is het heel subtiel van wanneer ga je daarin mee, wanneer niet. Hè. Dat blijft altijd een uitdaging. Dat is altijd een worsteling voor een samenleving. Dat is ook heel normaal. Mm-hmm. Daar moet je niet te conservatief in staan. Maar je moet ook niet te makkelijk zeggen, oké, maar weg daarmee, zeg maar. Weg met al het bestaan. Dus het is een beetje een balans zoeken tussen traditie en vernieuwing eigenlijk daarin als het gaat om nationale identiteit. Mm-hmm. Ja, goed, dat liberale nationalisme probeer je daar een beetje een balans in te vinden. Ja. Ik heb vervolgens geprobeerd om ook die filosofie dan toe te passen op Nederland en Nederlandse context. Ja. En daar kunnen we het nog over hebben. Ja, inderdaad. Laten we ook even dan dat liberale nationalisme even goed in kaart brengen voordat we het inderdaad naar Nederland gaan vertalen. Want je hebt daar Marta Nussbaum voor gebruikt en nog een aantal andere denkers.
En je hebt net wat fladder losgelaten over liberaal nationalisme. Ik denk dat het belangrijkste wat je vertelde was dat je in het liberaal nationalisme erkent dat je een dynamische vorm van identiteit hebt, maar wel dus een identiteit hebt. Ja, en daar de balans tussen moet zoeken. Ja. Wat houdt dat in? Want ik denk dat geen enkele nationalist zal zeggen dat de balans niet belangrijk is. Maar dat een ethno-nationalist daar die balans op een heel andere manier ziet. Die ziet elke nieuwkomer als een omverwerping van het balans, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, Dus wat is het verschil daarin? Ja, goed, die uitersten zijn dus duidelijk. Hè? Dat het nationalist die eigenlijk überhaupt tegen nieuwkomers, tegen verandering is. En goed, die cosmopoliet die dat allemaal prima vindt. Hmm. En die ook prima vindt als die identiteit eigenlijk een beetje grotendeels verdwijnt. Hè? Want het was toch iets achterhaald. Ze moeten toen naar een nieuwe, grotere, al dan niet Europese of wat dan ook identiteit. Een liberale nationalist die zou zeggen ja. Maar dat etnisch nationalisme, dat is problematisch, omdat dat staat natuurlijk niet open voor die veranderingen, voor nieuwkomers. Hmm. En dat cosmopolitisme is problematisch, omdat dat niet erkent dat voor heel veel mensen die identiteit er wel toe doet. Sterker nog, identiteit kan een hele nuttige functie vervullen, ook in een diverse multiculturele samenleving. Het kan juist mensen bijeenbrengen, eigenlijk in een verbinden, om het zo maar te zeggen, zo'n buzzword. Die hele andere verschillende achtergronden hebben en die zich soms helemaal niet verbonden met elkaar voelen, verweegt die verschillende achtergronden. Maar juist een sterke nationaliteit kan dat wel doen. Mm. De vraag is altijd van, en daar kom ik net bij het dilemma wat ik eerder schetste, wanneer is die nationale identiteit van eigenlijk te sterk? Hè, in mijn boek pleit ik eigenlijk voor een soort van dunne nationale identiteit. Een navolging van ook Wil Kimlicka en Patrick Lobuik. Die zeggen ja, als het te sterk is, dan wordt het al heel snel illiberaal. Dan wordt het afgedwongen. Of dan kun je er niet bij aansluiten als je een nieuwkomer bent in de samenleving. Dan wordt het iets voor een beperkte groep of het wordt gedwongen opgelegd. Dus dat moeten we niet willen. Dus je moet die dunne nationale identiteit, die moet je eigenlijk koesteren. En dan is opnieuw de vraag, ja, wat is dan die dunne nationale identiteit? Maar dat is lastig. In die zin, dat geldt eigenlijk voor verschillende samenlevingen wordt het anders ingevuld. We kennen natuurlijk in Amerika wat een hele duidelijke traditie heeft van migratiesamenleving met hele duidelijke nationale symbolen, waar je heel makkelijk bijvoorbeeld bij aan kunt sluiten. Ik heb in Amerika gestudeerd en dat merkte ik ook. Je voelt je al heel snel, kun je Amerikaan voelen, bij wijze van spreken. Als ik daar gekomen was als migrant en ben ik staatsburgerschap had aangenomen, had ik me heel snel Amerikaan kunnen voelen, als het ware. Dat gaat heel makkelijk. Het is heel aantrekkelijk ook. Frankrijk heeft ook natuurlijk een duidelijke identiteit. En wat is het dan waarom je in de VS dan heel makkelijk Amerikaan kon voelen? Omdat, ik denk ten eerste, er is een hele sterke duidelijk identiteitsgevoel wat er continu wordt uitgedragen. Bepaalde symboliek, hè, van ook in de cultuur natuurlijk, met een Hollywood, et cetera. Maar in feestdagen, ook in het politieke spectrum natuurlijk. En er is een heel duidelijk idee van dit is Amerika. En eigenlijk, je wil bij ons horen, zeg maar. Dat is als Amerika een merk was geweest, dan was het denk ik een heel succesvol merk geweest om wat iedereen wilde kopen. Omdat het zichzelf zo aantrekkelijk maakt. Ja. Los van alle problemen met de Amerikaanse samenleving, hè, maar het Amerikaan zijn, dat is heel erg aantrekkelijk. Wat je een beetje lijkt te zeggen is dat zij wel een heel sterke identiteit hebben, maar ook tegelijkertijd heel openstaan voor nieuwe leden. Punt, inderdaad, hè, van Amerikanen zijn heel makkelijk van als je niet geboren Amerikaan bent, om je toch te zeggen, joh, je mag je bij ons aansluiten. Je hoort er heel snel bij, als het ware. He, dus dat zelfs een Trump, die heeft nooit echt heel erg openlijk gespeculeerd bijvoorbeeld over het afnemen van staatsburgerschap van gevestigde groepen in de samenleving. Iets wat je natuurlijk wel in de Nederlandse context nog regelmatig terug hoort. Niet alleen bij Wilders, hè, maar zelfs bij Rutte, hè, met uitspraken als bijvoorbeeld Pleur op. Dat is ook iemand wat een serieus deel die ik ook aan al mijn boek ook benadrukt. Hè, van als je het hebt over Amerika versus Nederland, dat is een cultuurverschil eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat zegt ook iets over het idee van burgerschap en van nationale identiteit dat men daar heeft. Dat is een voorbeeld. Ik zeg niet dat we dat exact na moeten volgen. Dat kan ook niet, hè, want ik betoog ook van uiteindelijk wordt dat in elke context anders vormgegeven. Hè, en vanuit Nederland wordt dat vanuit de Nederlandse context vormgegeven. Maar we kunnen er wel iets van leren, denk ik. En dat is ten eerste natuurlijk minder dat exclusieve idee van wie is een Nederlander hebben natuurlijk. Hè, van Nederlanders hebben daar heel snel een bed. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld, jij zegt nu natuurlijk de allochtoon. Hè, die hebben heel duidelijk een beeld van wie is de Nederlander. Hè, dat weten kinderen al op de middelbare schoolonderzoeken die daar zijn gedaan. Hè, Nederlanders, dat is één bepaalde groep. En de andere zijn Marokkanen, Turken, et cetera. En noem maar op. Surinamers. Dat beeld bestaat heel sterk in ons collectieve geheugen. En dat vind ik toch problematisch, omdat het er niet inclusief
beeld is. Tegelijkertijd, dat beseft men dan weer wel als men in het buitenland is. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik kom vaak in Marokko. Ze kwam voor corona natuurlijk. Hè, maar daar is het direct van Marokkaanse Nederlanders, Marokkaanse Belgen, Marokkaanse Fransen die daar komen. En die zich daar toch niet echt dan bijvoorbeeld Marokkaan voelen, maar eerder Nederlander, Fransman, et cetera. Dus dat dan in het buitenland is dat toch wel weer duidelijk. Maar in Nederland hebben we onvoldoende, denk ik, dat inclusieve idee van zeg maar Nederlanderschap. En die brede opvatting van wie behoort tot de natie. We hebben natuurlijk heel lang een integratiedebat gevoerd. Eigenlijk nog steeds hebben we het erover. En dat is natuurlijk heel lastig van wanneer is de vraag, wanneer houdt integratie op? Of wie moet er überhaupt integreren? Ik pleit eigenlijk in mijn boek voor dat we het niet over integratie moeten hebben. Geen integratiedebat, maar een identificatiedebat. Dus over identificatie. Identificatie met wie identificeert zich met Nederland en met de Nederlanders. En als je dat doet voor mij, dan hoor je er wat mij betreft gewoon bij. En dan vind ik dat we eigenlijk allemaal dat als samenleving moeten erkennen. Van oké, als je er niet bij behoort, ook prima. Ik heb ook vrienden die zeggen, ja, maar ik voel me helemaal geen Nederlander. Ja, dat kan. Van dat kun je niet afdwingen bij mensen. Dus als je dat niet voelt, ja, dan is dat ook prima. Ja. Maar in principe wel iets wat ik wel belangrijk vind. Van dat Nederlanders zichzelf ook identificeren als Nederlands. Althans, iedereen die natuurlijk ook een Nederlands staatsburgerschap heeft. Ja, ik denk dat het ook wel een goede is inderdaad. Wanneer houdt integratie open en wat houdt dat precies in? Want dat creëert eigenlijk altijd nog het idee dat er iemand van buiten is die dan wel te gast is, die we dan wel... verdacht moeten bevatten, dan wel heel zorgzaam voor moeten zijn, maar die niet daadwerkelijk dezelfde persoon is als de Nederlander die hier geboren is. En of je die persoon nou negatief of positief benadert, je beschouwt ze nog steeds als dan wel een gast, dan wel een indringer. En ik had, als we het over integratie hebben, ik vond een vraag van iemand heel interessant, die zei dat die persoon is in Amsterdam geboren. Hij is Turks, Tayfun Balcik. Ja, ik was het zijn naam vergeten. Hij is Turks, hij is in Amsterdam geboren. En hij vraagt zich af, ja, waar moet ik dan in integreren? Ik ben al geboren in Amsterdam. Ja. En het zijn meer niet-allochtone burgers die het moeilijk vinden om zichzelf in Amsterdam te vinden met deze culturele diversiteit. En daarvan dacht ik inderdaad, ja, inderdaad, dat is een goede vraag die je moet stellen. Als je niet wil vasthouden aan een etnonationalisme, dan moet je afvragen, oké, wat betekent integratie in een situatie waarin de meerderheid dus geen autochtoon is, of in ieder geval niet onze stereotype beeld van een Nederlander. En wat je zegt over het feit dat we het meer moeten hebben over identificatie. Ik dacht meer zelf aan burgerschap. Maar identificatie, burgerschap, denk ik altijd hetzelfde. Maar het idee dat integratie of het je onderdeel voelen van de maatschappij niet exclusief een probleem is wat we moeten identificeren bij allochtonen, maar ook iets is of een project is die we moeten zien bij autochtonen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want op dit moment zou ik zeggen dat het grootste gevaar voor de rechtsstaat komt op dit moment niet zozeer van nieuwkomers of van allochtonen. Mijn idee. Dus ik denk dat we inderdaad veel meer moeten gaan kijken naar burgerschap of identificatie met die nationale identiteit die dan op een bepaalde manier vorm moet gegeven worden. Wel in oog houden inderdaad dat van verschillende milieus uit verschillende achtergronden daar misschien andere ideeën bij moeten komen. Ja. En dat opent denk ik de ruimte om inderdaad heel inclusief en open te zijn naar alle identiteiten. Maar het geeft je ook de ruimte om heel duidelijk te zijn waar we de grens trekken. Ja. Ondemocratische, onrechtstatelijke opvoedingen, dat hoeven we niet te accepteren. Want iedereen valt onder dezelfde regels. Ja. Nee, ik kan je voor een deel inderdaad daarin volgen. Alleen, het punt is denk ik, je hebt burgerschap inderdaad waar je net over spreekt. Maar dat is meer hoe je daar invulling aan geeft. Hoe stel je op als burger in de samenleving ten aanzien van andere burgers. En democratie en rechtsstaat, en dat is zeker belangrijk. Maar dat gaat om waarde eigenlijk, invulling aan waarde. In mijn boek schets kijk ik dat er nog iets anders belangrijks voor samenleving, namelijk die gezamenlijke identiteit. En dat is iets anders dan waarde. Waarden kunnen er onderdeel van uitmaken, maar dat hoeft niet. Dus bijvoorbeeld iemand van een Tayfun Balcik uit Amsterdam. Ja, wat heeft hij gemeenschappelijk met een SGP'er uit de Bijbelbelt, bij wijze van spreken? Eigenlijk vrij weinig, ook niet op het gebied van waarde. Want ik ken Tayfun ook. Dat is niet iemand met een SGP-mindset, om het zo maar te zeggen. Ja. Wat die gemeenschappelijk hebben, is dat ze Nederlanders zijn. Van de een bicultureel en de ander niet. Maar alsnog wel allemaal Nederlanders.
En op grond daarvan heb je een gezamenlijke verbondenheid identiteit. Dat zie je misschien niet altijd zo, hè, maar die is er wel. Zeker als je elkaar leert kennen. Ik denk een van de problemen in Nederland ook, als het gaat over de integratie, is natuurlijk dat er in Nederland heel veel segregatie is. En natuurlijk heel veel groepen soms niet of nauwelijks met elkaar aanraken. Als ze dat wel komen, kunnen we soms ook achter dat ze heel veel meer gemeenschappelijk hebben. Puur op het feit dat ze Nederlander zijn. En dat ze dat Nederlanderschap delen. Dus je hebt uiteindelijk, denk ik, ook voor een samenleving een soort van overkoepelende gezamenlijke identiteit nodig. En die zal in Nederland uiteindelijk toch, ja, dat is dan toch, wordt ingevuld, hè, door de deel vanuit geschiedenis, wat dan nu gezien wordt als de uitgetone Nederlandse cultuur. Dat betekent niet dat daar geen ruimte bestaat, natuurlijk ook voor bicultureel zijn. Natuurlijk bestaat er wel ruimte voor. Ik zou, dat is ook een realiteit. Mm. Hè, dus uiteindelijk heb je heel veel mensen die verschillende identiteiten hebben. Maar een deel daarvan is vaak wel elkaar uiteindelijk ook de Nederlandse identiteit. Hè. Ik vind het altijd heel interessant hoe mijn biculturele vrienden, zeg maar, feilloos weten benoemen wat ze zien als Nederlander van zichzelf en wat ze zien als een andere identiteit. En ook de verschillen daartussen en welke waarden en welke eigenschappen daarbij komen kijken. Dus die hebben vaak een heel duidelijk idee van, ja, maar dit is iets Nederlands eigenlijk, wat ik nu doe of waar ik nu voor sta. Maar iets anders, dat is iets vanuit mijn andere cultuur. Ja. Als het, hè, maar dat geeft wel aan van, er is wel degelijk iets Nederlands, hè, een Nederlandse identiteit. En dat is uiteindelijk ook wat we allemaal delen. Maar daar kunnen we zelf onze eigen invulling aan geven. En dat moeten we ook vooral doen. En dat kun je ook combineren met andere identiteiten. En in mijn boek schet ik ook, dat kun je ook combineren met Europeaan zijn. Of desnoods zelfs met wereldburgerschap, et cetera. Ja, maar het koesteren van die identiteit en die verbondenheid, dat is wel van belang, zeker in de context, hè, van wat je eerder over had, die multiculturele samenleving, die diverse samenleving. Want wat heb je anders nog gemeen? En dat wordt, denk ik, met name de progressieven wordt dan gezegd, ja, maar we hebben de waarde van de liberale democratie, van de rechtsstaat, die hebben we dan gemeen. En dan zeg ik, ja, dat is zeker belangrijk. Alleen ik denk niet dat dat voldoende is om uiteindelijk mensen en de samenleving bij elkaar te houden. Je hebt uiteindelijk dan ook die identiteit, die nationale identiteit en die verbondenheid die daarvan uitgaat. Die heb je nodig. En dat is dat patriotisme waar ik dan eigenlijk voor pleit in mijn boek. Dus juist in een context van die diverse samenleving moeten we juist niet zeggen, die identiteit als achterdaad weg ermee. We moeten juist zeggen, dat moeten we omhelzen. Dat moeten we koesteren, dat moeten we uitdragen. Maar wel op een manier, hè, dat iedereen zich daarbij aan kan sluiten. Dus die identificatie waar ik het dus dan over heb. En dan moeten we dus ook af van het hele integratiedebat, want dat roept alleen maar verwarring op. Inderdaad, wie moet er integreren? Ja, dat kun je niet vragen van een zoveelste generatie Nederland met een migratieachtergrond, maar dat kun je ook niet vragen van een autochtone Nederlander, hè, van die denkt, ja, waarom moet ik in godsnaam integreren? Want precies hetzelfde idee krijg je dan van, ja, maar we zijn toch allemaal hier geboren, getogen, zijn Nederlands. Dus dat idee is hoe dan ook van wie moet er integreren, die discussie wordt nu al echt gevoerd. Daar moeten we eigenlijk gewoon een beetje vanaf. En dan moet het gaan over de identificatie. Hoe kunnen we dat promoten? En dat zorgelijk is dat er ook groepen zijn, inderdaad, die soms al generaties in Nederland wonen, maar die zich soms niet of nauwelijks met Nederlands interesseren. Je had een tijd van Baltic. Nou, dat is iemand die zichzelf duidelijk als Nederlander ook ziet naast Turk. Hè. Maar juist in Turkse hoek heb je ook een behoorlijke groep die zichzelf eigenlijk helemaal niet als Nederlander ziet. En die soms al, hè, via de grootouders of overgrootouders hier naartoe zijn gekomen. Ja. Ja, dus dat is ook een probleem. Naast het feit dat natuurlijk dat er een hele grote groep is die nog steeds, hè, maar een heel beperkt begrip heeft van wie is de Nederlander en wie hoort daarbij. Ja, dus dat zijn een aantal uitdagingen. Ik denk dat de volgende vraag die we daarbij toch moeten hebben is, hoe gaat het proces, hoe moet zo'n proces eruit moeten gaan zien? Want ik denk dat het heel moeilijk is om te zeggen dat je dit van bovenaf gaat bepalen als een overheid of whatever. Dus ik denk dat dit een proces is die je aan het beschrijven bent en daar wil ik het iets meer over hebben zometeen. Maar eerst nog iets anders, want er is inderdaad nog een andere spanning die je benoemt. Namelijk in een liberale rechtsstaat zijn er altijd mensen die zich daar niet mee identificeren. Ja. En daar kunnen we inderdaad heel veel dingen van vinden. Ik bedoel, de Bible Belt bijvoorbeeld, die zich veel meer koestert als christelijke burger of burger van de Koninkrijk der Gods of whatever, dan echte burgeren onder de Nederlandse rechtsstaat. Heel veel inderdaad Turkse nationalisten en dergelijke. En nog veel meer waarschijnlijk. Ja. De vraag is, wat doe je daarmee? Ga je daar een campagne op voeren en zeggen dat het niet mag? Dan ben je, daar ontstaat al een spanning dat je zegt. Ja. Dus de spanning is denk ik dat je wil dat eigenlijk iedereen zich identificeert en schaart onder de identiteit. Maar de spanning is dat je dat niet kan dwingen. Dus ook wat je in het begin zei. Dat is ook waar het liberaal nationalisme voor staat. Hè? Ja. Van liberaal nationalisme zeggen, ja, maar je mag, sterker nog, je moet als overheid die identiteit uitdragen. Dat hoort erbij. Hè? Van dat is jouw identiteit, die mag je zeker uitdragen.
Maar die mag je niet opleggen. Want dan wordt het een illiberaal nationalisme. Wat we daar opnieuw even in het Midden-Oosten staan. Ik vind Turkije op zich een heel mooi voorbeeld. Hè, wat echt actieve Turkificatie van niet-Turkse bevolkingsgroepen heeft nagestreefd. En zover dat zelfs, als we over de Koerden hebben, taal, et cetera, cultuur, onderwijs, het allemaal verboden. Hè. Dat is daar een voorbeeld van gedwongen assimilatie. Hè. En dat is een vorm eigenlijk van culturele genocide. Het cultureel vernietigen eigenlijk van een volksgroep. En dat kan natuurlijk niet. En dus daar moeten we ook direct weg van blijven. Aan de andere kant, assimilatie hoeft ook geen probleem te zijn. Als iemand vrijwillig assimileert als nieuwkomer in de samenleving, dan is er helemaal niks mis mee. Hè. Dat kan ook prima. Dus de spanning is inderdaad, zoals je benoemt, van je mag het uitdragen, maar niet opleggen. En dat is altijd een zoektocht. Hè. Ik schrijf een aantal punten van hoe een overheid dat uit kan voeren. Hè. Je kunt natuurlijk, onderwijs is natuurlijk het belangrijkste. Ik geef zelf ook college aan studenten. Hè, maar vanaf jongs af aan mag je wel degelijk meer focussen, ook in combinatie met burgerschap, hè, op die nationale identiteit, op het patriotisme, op die verbondenheid. En op wat dat betekent, Nederlanderschap. Hè, van een nationaliteit voor alle kinderen in dit geval in het onderwijs. En ook voor de samenleving. Cultuur kun je natuurlijk ook oprichten. De cultuursector is heel belangrijk. Ik noemde net natuurlijk Amerika, een van waar je Amerika zeg maar duidelijk mee interesseert. Ook Hollywood en de vele producties die ook gaan over het verleden, et cetera. En waar ook een bepaald nationalisme eigenlijk uitspreekt. Hè. Dus je mag ook vanuit je cultuursector mag je daarin investeren als overheid. Hè. Cultuur wordt juist vaak door rechtse mensen gezien als een linkse hobby. Hè, van, maar juist cultuur kan ook voor nationalisten heel belangrijk zijn. Omdat het juist helpt om die nationaliteit uit te dragen. Hè, het gaat alleen al om producties in je eigen taal bijvoorbeeld. Hè, Nederlanders zijn heel makkelijk in dat we allerlei buitenlandse producties volgen. En veel minder de Nederlandse bijvoorbeeld. Hè. Daar zijn andere landen veel terughoudender in. Hè, dus dat, ook als het gaat om überhaupt het gebruik van je taal. Waarom laten we eigenlijk zo snel de universiteit helemaal Engels voortalig worden? Dat vind ik best wel bizar. Hè, toen ik zelf studeerde had je een keuze. Je kon Engelstalig of Nederlandstalig onderwijs college volgen. En nu is het bijna allemaal Engelstalig. Dat is heel snel gegaan. En dan raak je denk ik ook een stukje van je eigen cultuur kwijt. Dat betekent niet dat je het allemaal in het Nederlands doet. Want dan mis je natuurlijk die aansluiting met de Anglo-Saxische wereld. Ja, maar je kunt daar concurrentie meer... natuurlijk, hè? Er is ook een moderne concurrentie. Ja, maar ik denk dat we daar ook moeten denken vanuit het belang van onze samenleving. Wat als we zeg maar zo makkelijk onze taal en onze cultuur eigenlijk opgeven? Hè? En dat ik denk dat dat te snel gaat in dat verband. Daar moeten we denk ik meer terughoudend in zijn. Want je raakt ook een stuk discussie en ook vanuit je eigen taal en context raak je kwijt als je plotseling het moet hebben over de Nederlandse samenleving en je moet het in het Engels doen. En je moet het niet meer in je eigen taal doen. Dus dan mis je denk ik wel essentiële elementen. Ja, dus als het gaat om onderwijs, als het gaat om cultuur, maar ook als het gaat van hoe verhouden we ons tot ons verleden natuurlijk. Hè? Dat is ook een discussie met standen over standbeelden, straatnamen, et cetera. Ja, dat zijn allemaal punten. En ook als het gaat om het integratiebeleid. Hè, opnieuw, daar mag je zeker de nationale identiteit uitdragen. Maar opnieuw, hè, van dat kun je niet afdwingen. En er zullen altijd groepen zijn inderdaad die ze misschien niet of nauwelijks daarmee identificeren. En dat stelt ons natuurlijk voor een dilemma. Dat is prima als het gaat om kleine groepen. Maar als het een hele grote groep is, dan is dat lastig. Vandaar dat ik ook wel geschreven heb over migratiebeleid. Vanuit het idee van dat er toch een iets in nationale identiteit is. En dat die weliswaar onderhevig is aan veranderingen. Maar toch tegelijkertijd ook wel gekoesterd moet worden. En ook niet te snel kan veranderen. Moet je natuurlijk wel altijd, dat schrijven ook de liberale nationalisten. Je niet onbeperkt nieuwkomers toelaten in de samenleving. Hmm. En dan zul je ook zeggen, niet, misschien terughouden is niet een groot woord. Hè, maar dat zul je gedoseerd eigenlijk moeten doen. Ja. Hè, dus dat kan niet zeg maar dat er een soort van migratiekraan wijd open staat zeg maar. Want dan op een gegeven moment dan vervalt eigenlijk die hele identiteit van de samenleving valt uit elkaar. Ja. En dan krijg je meer dat tribale eigenlijk van verschillende groepen op basis van de etnische nationaliteit. Dus dat zul je gedoseerd moeten doen over tijd en tegelijkertijd dus werken al van over integratiebeleid, onderwijs, et cetera, burgerschap, werken aan die verbondenheid vanuit de nationale identiteit. Ja. Ja. Je noemde wanneer het kleine groepen zijn, dan zou het nog wel kunnen. Als het kleine groepen zijn die zich niet identificeren met de identiteit, met de nationale identiteit. Ik denk dat dat nog specifieker kan wanneer het gaat om groepen die geen destabiliserend effect hebben op
de rest van de maatschappij en waarin binnen die groepen geen mensenrechten geschonden worden. Want je zou kunnen spreken van, want wat is veel, wat is weinig? Kijk, als we een, als een groep van 50 mensen hebben die elkaar allemaal, allemaal aan het mutileren zijn. Ja, het zijn er weinig, maar daar worden wel mensenrechten geschonden. Dus dan moeten we alsnog ingrijpen of iets dergelijks. Ja. Nee, dat, dat is een minimumvoorwaarde natuurlijk die je stelt. Dan heb je het over de wet. Ja. En dat is een minimumvoorwaarde waar je natuurlijk van mensen mag vragen om zich aan te houden. Alleen, ik zeg ja, er is natuurlijk meer nodig om een samenleving in te houden dan alleen de wet. He, dus opnieuw, dan kom ik weer bij die identiteit. Maar goed, opnieuw, he, dat is een keuze. En opnieuw, als een grotere meerderheid uiteindelijk wel zich daarin kan vinden of zich daarmee identificeert, heb je niet een probleem als samenleving. He, maar als er een hele grote groep is die daar eigenlijk niks mee heeft, of daar zelfs tegen, of daar zelfs tegen is, dan heb je als samenleving wel een behoorlijke uitdaging, denk ik, waar je voor staat. Hè? Want die identiteit en die verbondenheid, en goed, dat beschrijf ik in het boek, die kan een heel aantal voordelen met zich meebrengen voor een samenleving. Sterker nog, die is zelfs cruciaal geweest als het gaat om de totstandkoming van de, überhaupt van de democratie en de rechtsstaat. Er zijn heel veel verworvenheden die we hebben opgebouwd in Nederland. Ook de verzorgingsstaat bijvoorbeeld, die zijn gebaseerd, ook, die komen ook voor een deel voort uit het nationalisme. Ja. En uit dat idee van dat we allemaal Nederlanders zijn, allemaal verbonden met elkaar zijn en dat we op grond ervan ook een democratie moeten hebben, allemaal gelijkwaardig om te stemmen. Dat we een rechtsstaat hebben waar we allemaal gelijk behandeld worden. Dat we een verzorgingsstaat hebben waar we allemaal onderlinge solidariteit zeg maar, genieten. En al die zaken die komen, die allemaal samen met nationalisme, nationale identiteit en de verbondenheid die daaruit voortvloeit. En dat mogen we denk ik niet, zeker in de huidige tijd, waarin de verzorgingsstaat onder druk staat, waarin soms ook de rechtsstaat staat onder druk voor sommige ook democratie, mogen we dat niet vergeten, mogen we dat ook niet snel opgeven. Ja, een van de dingen die we ook zien, wat ook wel de valkuil van een liberale instelling kan zijn, namelijk, en ik denk dat we dat wel enigszins gezien hebben met de liberale kabinetten die we in de afgelopen jaren hebben gehad, is namelijk dat je noemde tribalisering, dat dat een probleem kan zijn. En dat kan dan ook versterkt worden wanneer de staat niet sterk genoeg optreedt. Ja. Zo op het moment dat de staat niet goed kan arbiteren bij conflicten of mensen zich niet veilig voelen, dan zijn ze geneigd om hun eigen handelingen op zich te nemen en hun eigen verdediging op zich te nemen. En dat kan soms, als ik het op deze manier zeg, kan ik begrijpen waarom mensen naar dat zouden doen, omdat ze niet het idee hebben dat ze veilig zijn. Dus de liberale mindset denkt vaak aan overheid die een stap terugneemt, maar werkelijke liberalisme kan ook behelzen dat de staat juist heel sterk aanwezig moet zijn. En ik denk dat met in het coronatijdperk die we op dit moment gezien hebben, is dat de liberale mindset steken heeft laten vallen in hoe sterk de overheid had kunnen optreden. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er bezuinigd is op dergelijke. Ja. En het idee heerst dat mensen zichzelf wel redden en wel rationeel genoeg zijn. Nou, ik ga niet zeggen dat mensen niet rationeel zijn, maar dat de rationele kan zich ook gewelddadige en tribale vormen aannemen wanneer mensen zich in het nauw gedreven voelen. Ja. Dus daar zit dan ook, denk ik, een spanningsveld met het liberale onderdeel wat je in je... Zeker. Denkt. In die zin ben ik een liberaal, dat ik vind natuurlijk dat een overheid vrijheid, zoveel mogelijk vrijheid moet geven aan de burgers, hè, van, en uit moet gaan van het individu. En zich niet bemoeien met zaken waar eigenlijk geen overheidsinterventie in wilt. Het persoonlijke leven zoveel mogelijk van burgers moet blijven. Privacy en vrijheid moet koesteren enzovoort. Anderzijds inderdaad, dat is zeg maar, er is daarnaast nog een aspect van, hè, dat je uiteindelijk wel een samenleving leeft van die in groepen denkt. Hè, dat heel veel mensen uiteindelijk bij een groep willen horen, zich daar ook bij voelen, zich daarmee identificeren. En soms ook dat die groepen met elkaar botsen. He, en dat je op zich een sterke overheid hebt, niet alleen om dat proces natuurlijk zo goed mogelijk eigenlijk daarboven te kunnen staan, maar ook om natuurlijk aanwezig te kunnen zijn. Hè, van, en als iets vertegenwoordiger van de staat, van de identiteit natuurlijk, dat je die overal hebt en dat je daar ook eigenlijk bij aan kunt haken, dat die zichtbaar voor jou is, dat die aanwezig is. He, dus ook in problemenwijken bijvoorbeeld.
Dat ik denk heel belangrijk is, juist een duidelijke zichtbare overheid. Het is niet alleen de vorm van een politie, maar alle facetten daarvan, zeg maar. En dat de burger, de staat, de overheid niet veel op afstand staat van de burger. En daar zijn we denk ik inderdaad in Nederland te ver in doorgeschoten. Ook als het gaat om samenvoegen van gemeentes, hebben we ook een stukje identiteit kwijt zijn geraakt. Allerlei centralisaties. Of decentralisaties die soms weer niet goed zijn uitgevoerd bijvoorbeeld. En dat we daar iets kwijt zijn geraakt. Dat zien we bijvoorbeeld nu heel goed in de zorg. Wat natuurlijk met corona met zich meebrengt. Die uitdaging kunnen wij eigenlijk in Nederland onvoldoende aan. En de buurlanden soms veel beter. Dus dat hebben we denk ik niet goed aangepakt. En dat is inderdaad dat is een fout van het, laten we zeggen, van het liberale denken in het verleden geweest. Dat te veel natuurlijk vanuit de markt is vertrokken en te weinig vanuit het belang van de overheid voor de burger en voor de samenleving wat de overheid kan betekenen. Maar ook daar gaat het weer om, waar ligt die balans? Wanneer krijg je een overheid die zich bemoeit met allerlei facetten van het leven waar je eigenlijk wilt dat de overheid gewoon uit moet blijven? En wanneer wil je een overheid die sterk is en die vooral haar burgers zorgt? Dus dat is wel degelijk een dilemma van waar we natuurlijk in Nederland voor staan. Want heel veel Nederlanders zijn natuurlijk best wel individualistisch en eigengereid. En die willen helemaal geen overheidsbemoeienis. Heel veel dingen die ze doen, dat past ook minder in onze cultuur. Aan de andere kant kijken we wel heel snel naar de overheid als er problemen zijn. Hè? Want dan is het direct, er zijn problemen. Oké, de overheid die lost het wel op. Hè? Ja. We hebben minder woorden wat Amerikanen hebben. Want dat lossen we zelf wel even op. Gaan we zelf even doen. Weet je wel. Dus Nederlanders zijn er ook best wel dubieus in eigenlijk als het zeggen van hoe we ons dan verhouden tot een sterke overheid. Hè. Die probleemtijden willen dat de overheid heel sterk is en als het weer goed gaat, willen dat die overheid zoveel mogelijk van ons wegblijft. Ons met rust laten inderdaad. Ja, ons met rust laten inderdaad. Dus dat is lastig. En dat is toch altijd een beetje schipper ook als overheid van hoe groot is een overheid. Hè. Maar goed, ik pleit bijvoorbeeld in het boek wat degelijk bijvoorbeeld een sterke verzorgingsstaat. Wat ook natuurlijk een progressief belastingstelsel met zich meebrengt, anders kun je dat niet financieren. Omdat juist die verzorgingsstaat zo belangrijk is. Dus het gaat om die solidariteit, zeg maar. Hè. Maar ook dat mensen de overheid zien, zeg maar. Hè, van waar voel je mee verbonden? Uiteindelijk de overheid ook waar die belasting heft, zeg maar. Of die uitkering start, bij wijze van spreken. Ja. Dat is dan de overheid. Ik denk, we hebben het... We hebben denk ik heel goed de spanningen beschreven wat er bestaat als je nationalisme wil en liberaal nationalisme wil beschrijven. Hoeveel aandacht in jouw werk is vrijgemaakt om het te hebben over en handvatten te bieden voor zowel de burgermaatschappij als de overheid om met die spanning om te kunnen gaan en inderdaad een identiteit te scheppen die zowel liberaal als nationalistisch als inclusief is. Ja, nou, daar gaat eigenlijk een groot deel van het boek over. Hè. Het eerste deel van het boek gaat over de probleemanalyse. Wat zien we? Hè? De opkomst van wat ik dan noem het illiberale nationalisme, hè, radicaal rechts. Zoals vanuit de wetenschap ook wordt gezegd. Hè, wat is dan de tegenhanger waar ik voor pleit? Liberaal nationalisme, waar we het net over hebben gehad. En dan ga ik eigenlijk toe naar wat zijn nou de voordelen daarvan. En uiteindelijk ga ik dan kijken naar de Nederlandse samenleving. Van welke worstelingen maakt de Nederlandse samenleving door? En hoe kan dat liberale nationalisme en het patriotisme kan daar een uitkomst voor bieden voor omgaan met die spanningen? En ik identificeer eigenlijk drie worstelingen. Voordat je over dat onderwerp doorgaat, kun je uitleggen waarom je het woord patriotisme gekozen hebt? Want dat heeft bij mij de connotatie namelijk juist een heel rechtsnationalisme. Ja, dat geldt, maar dat geldt natuurlijk heel veel termen hiermee. En dat is natuurlijk een beetje het probleem, zeg maar. Zodra we het over liberale, of nationalisme, patriotisme hebben, dan denken we uit aan een beetje extreem rechts. Ik zeg ook in het boek van dat eigenlijk een beetje gekaapt. Maar dat moeten we eigenlijk als liberalen moeten we dat ook terugkapen. Of als progressieven moet dat teruggekaapt worden van extreem rechts. En waarom? Omdat, nou goed, daar hebben we het net over gehad, omdat er heel veel voordelen aan kunnen zitten. Okay. Het heeft inderdaad een beetje een negatieve klank. Aan de andere kant. Vanuit de filosofie natuurlijk wordt patriotisme wordt dus ingevuld een beetje als het liberale nationalisme. Hè. En dat onderscheid wordt dus gemaakt tussen eigenlijk nationalisme wat dus meer etnisch is. En patriotisme wat meer vanuit waarden en die gezamenlijke verbondenheid eigenlijk vertrekt. En dat gaat eigenlijk van, dat is een niet hele extreme vorm eigenlijk van nationalisme. Dus die meer liberale vorm van nationalisme, dat is patriotisme. Ik begin ook in het boek. Direct al in de inleiding hè, met een speech die Macron gaf een aantal jaren terug, waar ook Donald Trump aanwezig was.
En zeg maar, de Kroon staat even voorlezen. Patriotisme, vaderlandsliefde is precies het tegenovergestelde van nationalisme. Zo sprak de Franse president Macron tijdens zijn toespraak bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog eind 2018. Wie nationalisme predikt, pleegt verraad aan de vaderlandsliefde. Nou goed, dat was om even om het onderscheid tussen hem duidelijk te maken als zeg maar patriot vanuit de Franse traditie en Trump, die ja, die liberaal nationalisme natuurlijk voorstaat. En die vaderlandsliefde uiteindelijk, ja goed, gaat het liefst voor het vaderland en voor je burgers, je medeburgers. En dat is het ook. Hè, en dat kun je heel breed natuurlijk opvatten en invullen. Hè, dus daarom dat ook pleidooi voor patriotisme. En niet voor een klassiek nationalisme. Maar Nederlanders toch niet al zo happig op waren. Want als je ook de geschiedenis bijvoorbeeld in teruggaat. De nationalisme van Duitsland bijvoorbeeld. Hè, van dat vonden Nederlanders altijd al een beetje extreem, zeg maar. Mm. Hè, dus Nederlanders zijn altijd überhaupt natuurlijk vaak minder nationalistisch geweest. Dan veel omringende landen. Maar tegelijkertijd hebben we wel een eigen nationalisme. En ik noem dat een beetje verborgen nationalisme, verborgen patriotisme. Dat zit wel in Nederland, alleen we laten het lang niet altijd naar buiten komen. Denk al bijvoorbeeld aan het vlagvertoon. De Nederlandse vlag, ja, dat mag je alleen op bepaalde momenten eigenlijk doen natuurlijk. Want anders dan is het toch een beetje raar. En wie doet dat dan? Ja, extreem rechts doet dat. Die lopen altijd met een vlag te zwaaien. We zien met name rondom nationale feestdagen, april, mei, dan zien we dat in één keer toch dat heel erg sterk naar buiten komt. Dan gaat ook het debat heel erg over nationaliteit, over nationalisme en de natie. En ik denk dat er ook bepaalde groeperingen zijn, zoals de Friese en de Limburgers, die meer met die vlag hebben dan de Nederlandse vlag. Ja, inderdaad. Ik ken ook mensen inderdaad uit die contraien die inderdaad zeggen, ja, ik voel me niet aan Nederland, maar eerder Limburg of Fries of zo. Dat kan ook prima. Dat zoals ik eerder zeg, dan kun je nog steeds wel er gewoon bij horen natuurlijk. Maar ik zeg ook tegelijkertijd van regionaliteit en nationaliteit en Europese identiteit, et cetera, die hoeven elkaar niet te bijten. Die kunnen elkaar natuurlijk aanvullen. Van de prima en Limburger en Nederlander en Europeaan zijn natuurlijk vanuit het liberale nationalisme gedacht. Dus dat, dat is de realiteit. Ja, goed. Mooi. Zover over het woord patriotisme. Je had het over de drie worstelingen die je identificeert in de Nederlandse. Ja. Ja, de eerste die heb ik al beschreven, de identiteitscrisis, die we natuurlijk al een aantal decennia doormaken. Nou, heel veel denken dat begint met Fortuyn natuurlijk, begin jaren 2000. Maar ik ga al terug naar de jaren 90, waar je ook al een heel debat had over de Nederlandse identiteit en wat die nou inhoudt en hoe we ons moeten verhouden tot nationalisme, et cetera. Dus we zitten eigenlijk met een identiteitscrisis. Dat blijkt ook uit onderzoeken die met name de laatste jaren zijn verschenen. Met name ook af 2019 bijvoorbeeld zijn een aantal onderzoeken verschenen. Zeggen dat de nationale identiteit, dat was nog natuurlijk voor corona, was echt het belangrijkste waar veel Nederlanders zich mee bezig. De verkiezingen van 2017 draaiden voor een groot deel over de vraag van nationaliteit. Wat is dat? Hoe moeten we daarmee? Moeten we die beschermen of niet? Enzovoort. Nederland is eigenlijk een beetje in identiteitscrisis. Tweede, daar hebben we ook al net een beetje behandeld natuurlijk, is die tegenstelling tussen cosmopolieten en nationalisten. Dat eigenlijk de nieuwe kloof is van de Nederlandse samenleving. Vroeger al natuurlijk links en rechts. Maar die kloof is eigenlijk een beetje vervaagd. Je ziet nu dat die steeds meer die tegenstelling cosmopoliet en nationalisme is geworden. En vroeger had je natuurlijk zowel op links als rechts partijen waarin eigenlijk die beide groepen vertegenwoordigd zijn. Nu zijn ze steeds meer uitgekristalliseerd eigenlijk in aparte kampen. Enerzijds heb je D60 GroenLinks, maar ook PvdA, de cospolitiekampen. Je hebt een PVV, FVD, maar ook wel zeker natuurlijk VVD en CDA die meer in dat nationalistische kamp zitten. En die kunnen elkaar heel slecht natuurlijk vinden, zeg maar. Hè. Wat verbindt die beide kampen natuurlijk? Of wat is iets waar, een idee waar ze allebei, zeg maar, tot zekere hoogte in mee zouden kunnen gaan? Hè. Als we het hebben over een typisch Nederlands fenomeen als polderen natuurlijk. Hoe kunnen we nou een polderoplossing vinden voor die tegenstelling? Nou goed, voor mij is dat patriotisme, dat leg ik uit in mijn boek, maar ik zal er nu niet verder in de details aan streden. Maar dat is dus die tweede crisis. En de derde is de crisis van hangt een beetje samen met die eerste twee, van de uitdagingen van de multiculturele samenleving. Eigenlijk waar we ervoor staan. Je schetste net al natuurlijk, de samenleving wordt diverser. En dat stelt ons voor een nieuwe uitdaging natuurlijk, want je hebt allerlei nieuwe groepen in de Nederlandse samenleving, hoe die zeg maar op te laten gaan in die Nederlandse identiteit. En ervoor te zorgen eigenlijk dat die verschillende groepen vervolgens niet met elkaar botsen.
Hè, van dat er geen sociale spanningen ontstaan tussen bevolkingsgroepen. Of nog erger uiteindelijk gewoon etnisch tribalisme. Of wat dan ook. Hè, groepen die echt conflicten uit elkaar uit gaan vechten. Et cetera. Ja, dus dat is een derde uitdaging. Waar we voor mij als gevoel samen mee voor staan. En ook daar zie ik dat dus dat patriotisme. Als iets van, oké, dat kan een gezamenlijke identiteit bieden. Wat zeg maar dat voor kan voorkomen dat we een soort van tribale sentimenten vervallen. Met groepen die alleen maar tegenover elkaar staan. Hmm. Dus dat is even in het kort de drie eigenlijk crisis die ik onderscheid. En dat zijn al drie crisis op cultureel niveau. Hè? Dus ik ga niet in op allerlei sociaal-economische aspecten. Daar ben ik ook minder in thuis. Hè? Maar ik benader het vooral vanuit eigenlijk, laten we zeggen, sociaal-culturele... De kwesties die spelen in onze samenleving. Dat is denk ik ook een überhaupt een interessante vraag om te stellen. In hoeverre zijn deze culturele crisis die je beschrijft ook het gevolg van culturele problemen of meer een gevolg van iets wat daar iets onder ligt, wellicht economische problemen. Ja. Ik bedoel, dat idee hebben we natuurlijk ook zien beschreven worden, ook in de vorige verkiezingen. GroenLinks was daar een sterke proponent in, die eigenlijk alle culturele verschillen wilde reduceren tot economische verschillen. Ja. En de woordkeuze die ik nu gebruik verhult misschien al een beetje wat ik daarover denk. Ik denk wel dat daar fundamenteel wel iets economisch aan de grondslag ligt, maar ik denk niet dat ze tot elkaar te reduceren zijn. Ik denk dat je wel veel kan wegwerken als die economische problemen ook weggewerkt worden. En de vraag is, kun je die wegwerken? Maar goed, dat is denk ik een andere tak van sport dan we hier in het gesprek aan voor zijn. Ja, ik denk dat het altijd natuurlijk hand in hand gaat natuurlijk. Hè? Van opnieuw, hè? Als je niet die sociaal-economische basis hebt, ja goed, dat is natuurlijk vaak de basis voor mensen. Dus dat moet goed zijn. En daar hebben we denk ik ook natuurlijk steken laten vallen in Nederland. En dat zien we nu ook in de huidige tijd weer heel sterk terug. Dus daar ben ik ook helemaal niet tegen. Maar ik deel niet de analyse. En dat is wat ik naar mijn liberale hoek zie. Heel veel mensen zeggen, ja, dat liberalisme is daarin te ver doorgeschoten. Hè, te veel, denk vanuit economisch zelfstandig functioneren. Het individu hè, van de overheid moet mensen toch meer tegemoet komen. Weer eigenlijk mensen voor mensen gaan zorgen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen dat kan niet losgezien worden ook van die culturele aspecten. Nou, denk ik, in liberale hoek op dit moment nog te weinig zelfcorrectie toegepast. En dat bedoel ik met name de meer progressief liberale. Ook niet bij de VVD bijvoorbeeld, als we vragen die partij liberalen zijn. Maar daar zijn ze daar natuurlijk wel heel erg mee bezig met die culturele kwesties. Maar meer in de progressief liberale cosmopolitische hoek. Onvoldoende tot nu toe nagedacht over, ja, maar hoe kunnen we een correctie toepassen op dat liberalisme als het gaat om... een houding ten aanzien van het belang van die culturele kwesties. Ja. Hè, en daarin aan grote groepen burgers tegemoet komen die zich daar eigenlijk de afgelopen decennia, om even in de woorden van de partij te spreken, verweest door zijn geraakt. Ja, wat moet de politiek doen met deze crisis? Ja. Of is dit boek niet zozeer gericht aan politici, maar meer aan de maatschappij? Nee, natuurlijk voor een hele brede groep, hè, maar... Kijk, het feit al dat natuurlijk de laatste jaren, nog voor corona, was het thema. Hè, het gaf ook aan van, ja, politie moeten dat. Maar het gekke is, op het moment dat politie er wat mee doen, dan komt er niet zo heel veel uit. En dat maakt natuurlijk ten eerste dat iets lastigs is. Hè, want ja, hoe ga je een kwestie als nationale identiteit? Dat is natuurlijk heel breed. Het is ook iets wat natuurlijk iets wat over eeuwen tot stand is gekomen. Waar enorm veel aspecten aan vastzitten. Daar kun je niet zo makkelijk heel duidelijk beleid op formuleren. Natuurlijk. En dan kun je niet met een paar voorstellen ben je er niet uit. He, dus dat is een eerste het probleem daarvan. Een tweede probleem is natuurlijk dat met name in progressieve hoek het nog steeds best wel controversieel is. Je hebt een aantal politici zoals Jesse Klaver en Lodewijk Asje, die hebben wel eens geflirt met het idee van een progressief patriotisme. Maar dat is nooit echt daadwerkelijk tot uiting gekomen in een verkiezingsprogramma met duidelijke voorstellen, et cetera. Het is vaak ook een beetje gestrand omdat er ook weerstand is binnen die partijen om het überhaupt daarover te hebben. He. Die cosmopolitische elementen zijn heel sterk vertegenwoordigd binnen die partijen. He, dus dat sneuvelt er heel snel, zeg maar, in progressieve hoek. En in de conservatieve hoek is het natuurlijk heel sterk van het nationalisme van wij Nederlanders. En daar moet iedereen zich maar bij aanpassen enzovoort. Als je niet mee eens bent, dan rot je maar op, zeg maar. He, dat het platte nationalisme, dat hebben we daar. He, dus ik denk uiteindelijk moet na een progressief Nederland moet met een alternatief daarvoor komen. En dat moet dat dus niet weg laten kapen. En dan heb je dus politie nodig die dat ook daadwerkelijk moet gaan uitdragen. En dat is trouwens niet alleen in Nederland zo. Hè, maar je ziet overal in Europa, denk ik, ze worstelen progressieven met die kwestie. Van hoe zeg maar, een progressief
nationalisme of patriotisme vorm te geven vanuit progressieve hoek. Dus dat, en daarvoor heb ik geprobeerd om dat uiteen te zetten, hoe dat ongeveer eruit zou komen te zien. Mm. Wat de voordelen daarvan zijn. Dus ook voor waar politici natuurlijk echt iets mee kunnen. Maar tegelijkertijd, dat is niet iets wat je over 4 jaar, waar je over 4 jaar aan kunt werken natuurlijk. Ja, dus dat is een proces van de lange adem natuurlijk. Hè? Van dat verander je niet zomaar. Hè? Maar je moet wel ergens een keer beginnen, zeg maar, met erkennen van oké, maar ook een progressieve liberale is die neutraliteit kan van belang zijn, dat patriotisme kan van belang zijn. Dat mogen we ook uitdragen, daar mogen we samen aan werken. En daar moeten we op een gegeven moment echt samen mee gaan beginnen. Ik denk dat moment is altijd nu, laten we zeggen, ik ben niet iemand van die zegt, ja, dat moet je maar heel voor je uit schuiven. Natuurlijk is het al zo, de komende verkiezingen, ja, die staan natuurlijk eerder in het teken van corona en economisch herstel. En dat is op dit moment natuurlijk ook belangrijker. Hè, maar ik denk, zodra we een beetje uit die coronacrisis komen en ook weer de economie weer op gang is, dat we dan uiteindelijk weer bij de identiteitsvraagstukken terugkomen. Ik denk dat corona zelf ook al een katalysator is om die vraag te stellen. Want in wat voor land willen we leven en wie zijn we? Zijn we een land die economie belangrijker vindt dan zorg? Of whatever. En ik denk dat er ook een sterk sentiment heerst onder voor- en tegenstanders van maatregelen. Waarin tegenstanders van coronamaatregelen misschien naar voorstanders kijken als een soort van... angsthazen of meelopers. En de andere kant, de voorstanders van de maatregelen, naar tegenstanders kijken als egoïstisch en kortzichtig. Ja. En die strijd en die conflict wat er heerst, dat kan voedingsgrond zijn voor echt iets goeds. Wanneer dat, laten we zeggen, als je dat in een debat of in een nationale... discussie zou verwerken met een mooi proces, zou dat iets moois kunnen worden. Maar het kan ook inderdaad leiden tot tweedeling. Ja. Dus ik denk dat die coronacrisis ook een heel goed voedingsgrond is om het te hebben over identiteit. Ja, dat geeft duidelijk voeding aan polarisatie. Maar ik denk wel dat idee van voor het dat loopt wel natuurlijk een beetje tussen verschillende, laten we zien, wel etnische groepen heen. Hè? Van die dimensie die we meer van etnische tegenstelling die we hebben gezien de afgelopen jaren, die zie je daar iets minder in terug natuurlijk. Hè? Dus dat loopt soms ook door politieke partijen zelfs. Je hebt ook linkse mensen die tegen heel veel aspecten zijn natuurlijk van corona. Beleid. Hè? Van dus dat daar, ik zie daar minder, zeg maar, dezelfde tegenstellingen die we daar de afgelopen jaren in terug hebben gezien. En sterker nog, juist van, ik denk zeker in de eerste maanden van die coronacrisis, zag ik natuurlijk juist heel erg die nationale verbondenheid opkomen als gevolg van corona. Dit moeten we samen doen, van dat idee. En daar zitten we allemaal samen in, enzovoort. Dus het ging in één keer heel erg over het nationale en over hoe we dat samenleving samen kunnen overwinnen. Ja, nu zijn we bijna een jaar verder en nu wordt het steeds natuurlijk meer van de lange adem en sleept zich voort. Mensen zijn er zo klaar mee. Het is niet meer echt een crisis die we samen even kunnen doorstaan. Hè, van blijf maar. En is er nog wel uitzicht op verbetering? Sommige mensen verliezen ook een beetje de hoop. Nou goed, we hopen dat natuurlijk komend jaar dat vooruitzicht wel met zich mee zal brengen. Dus die tegenstellingen zijn denk ik iets anders dan we die de afgelopen jaren gezien hebben. En ik denk dat die tegenstellingen ook minder diep gegrond zijn, zeg maar, in onze samenleving dan de tegenstellingen waar ik net over sprak, zeg maar, die we de afgelopen 10, 20 jaar hebben gezien. Hè? Die cosmopolieten versus nationalisten, maar ook die verschillende etnische groepen in de samenleving. Die zeg maar, die discussie gaat denk ik weer opkomen zodra die coronacrisis een beetje weg zal. Ja. Want dan gaat het niet meer over wetenschapsontkenning of over wie ze al of niet wil laten vaccineren. Of je nou wel of niet je mondkapje over doet. Maar dan gaat het meer over wie je bent en waar je bij hoort. En wie is Nederlander en wie niet. Mm-hmm. En dan kom je over een veel fundamentele discussie weer terecht. Die ook natuurlijk veel sterkere polarisatie met zich mee brengt in de samenleving. Ja. Denk je dat we meer de volkslied moeten gaan zingen samen op school? Ja, en dat denk ik vind het wel interessant, hè, want ik haal dat aan, hè. En op zich ben ik daar helemaal niet tegen of zo. Hè. Daar werd natuurlijk al een beetje als een CDA-voorstel bij de vorige verkiezingen. Ja, ja. Een beetje grappig over gedaan. Maar goed, aan de andere kant, wat is er mis mee? Dus dat kun je ook afvragen natuurlijk.
van wat ik, als je als kind elke dag volkslied moet zingen, zou ik een beetje overdreven vinden. Hè? Maar dat heel veel kinderen natuurlijk van school gaan zonder dat ze het volkslied amper kennen, is natuurlijk ook een beetje raar. Ja, dus dat ik ken trouwens ook alleen het eerste couplet, hoor. Dus dat, en ook voor een groot deel. Ah, nu, betrapt. Eerste couplet, begin maar. Dan ga ik mensen niet aan doen, dankjewel, sorry. Nee, maar voor een groot deel is het... Maar ga je gang, Gert. Ook omdat ik kijk naar voetbalwedstrijden van Nederland zelf, waar ik voor wordt gespeeld. Dat zijn momenten dat ik... Ja, de dode herdenking 4 mei. Dus dat zijn momenten... Bij de WK en de EK, dan zijn we één land. Precies. Dan is er geen twijfel waar wij hoort. En dat laat voor mij ook in één keer zien van... Ja, maar dan zie je ook natuurlijk dat die verbondenheid heel belangrijk is van het nationale. Hè, van dat een nuttige functie kan. Want zeker, we hebben dat nu natuurlijk een aantal jaren niet gehad. Hè, maar als we een aantal jaren teruggaan, dus ik ben degene die wat ouder zijn natuurlijk. Die weten dat zijn echt momenten van nationale saamhorigheid. Waarin onderlinge verschillen veel minder toe doen. Hè, dan zijn wij Nederlanders tegen de Fransen, of de Duitsers of de Italianen of wat dan ook. Hè, dus dat brengt iets moois met zich mee. He, maar goed, even terug naar jouw vraag van moeten we dat volkslied zingen? Nou, ik denk wel degelijk, we mogen daar best aandacht, natuurlijk meer aandacht aan besteden dan nu. Maar dat kan alleen samengaan als het ook ingebed is natuurlijk in wat ik zeg, een brede burgerschapscurriculum. He, dus dat hangt met veel meer dingen samen. Het gaat niet alleen maar om symbolen. Hmm. Het gaat niet alleen maar om de vlag, om standbeelden, om volkslied. Ook om waarde. Ja, de reden dat ik die vraag stel is omdat ik zie een beetje in landen of in omgevingen waarin er wel een heel sterke etnische identiteit heerst, dat daar samen zingen een veel vaker voorkomend verschijnsel is dan Nederlanders. Waarom wij in Nederland ook best wel ons snel schamen voor onze zangkwaliteiten, misschien terecht, misschien onterecht, en ook onze danskwaliteiten. Is dat in sommige gebieden van de wereld veel meer een gezamenlijk iets. Je gaat gewoon samen even een liedje zingen en je geschiedenis eren. En ik begrijp heel goed waarom mensen de Wilhelmus niet willen zingen, hoor. Ik hoef het ook niet te zingen. Maar er gaat wel een bepaalde kracht uit vanuit van het samen zingen. En het samen synchroniseren. Ja. En tegelijkertijd zijn er ook... Ja. Ik bedoel, er worden natuurlijk ook pogingen gedaan door artiesten en dergelijke om met zang een bepaalde samenhorigheid te creëren. Maar daar geven we ook enorm op af. Tenminste, als ik weer de BN'er zie in de nationale nummer schrijven over corona, dan denk ik echt van, dat vind ik echt beschamend. Maar aan de andere kant moet ik wel erkennen dat inderdaad kunst, cultuur en zang en dergelijke... De misschien geen betere vormen van identiteitsvorming zijn dan sport, cultuur en dergelijke. In Plato's Republiek wordt bijvoorbeeld ook zang en kunst en dergelijke krijgt veel meer een veel belangrijkere plek dan sec wetenschap en kennis en dergelijke. Omdat je met zingen en muziek maken en dergelijke... Kijk, iedereen heeft zijn eigen rol in een zangkoor. Of in een concert of orkest of whatever. Maar je bent allebei allemaal bezig met iets samen te maken. Je moet met elkaar synchroniseren. Dus... Ja. Ik haal ook een opiniestuk aan van Boris van der Ham. In een boek van als titel Spreek Nederlands met me. En dat was een pleidooi voor meer aandacht voor de Nederlandse taal en Nederlandse producties, et cetera. En opnieuw Nederlands zijn, in dat opzicht schakelen heel makkelijk naar het Engels. Zowel in liederen, zoals je net zei, ook als schakelen bijvoorbeeld het Songfestival. Van de Eurovisie Songfestival, dat doen we het in één keer al heel vaak over het Engels bijvoorbeeld. Maar ook de Nederlandse producties van tv en van series en films, et cetera. Dus dat en natuurlijk eerder over de verengelsing natuurlijk van de universiteiten. Dus Nederlanders zijn vergeten heel makkelijk, zeg maar, het belang dan van die eigen taal. En wat ook met zich meebrengt voor natuurlijk het koesteren van de cultuur en de identiteit, et cetera. Dus dat geven we denk ik soms iets te makkelijk op als Nederlander. Daar mogen we best wel terughouden in zijn. Wat meer juist investeren eigenlijk in die Nederlandse taal. En Van der Ham zegt ook, ja, we hebben het wel continu over de identiteit. We gaan door de identiteitscrisis. En daar kun je hele mooie filosofische discussies over voeren. Maar moet je soms niet gewoon bij de basis beginnen, zeg maar, je eigen taal. En hoe investeer je daarin? Van in het onderwijs, maar ook in de cultuursector. En in musea, et cetera, over het verleden. Van het belang van de eigen taal en het Nederlands spreken eigenlijk. Te benaken. En dat kan ook inderdaad in combinatie met samen zingen of andere culturele... Recording has stopped.
kan dat samengaan. Volgens mij is de opname nu gestopt. Nee, hij is inderdaad gestopt, maar dat is gelukkig niet erg, want ik heb altijd een backup. Dus we zijn gewoon lekker aan het opnemen. Oké. Okay. Kleine hapering. Maar goed, dus daar zit zeg maar denk ik wel degelijk inderdaad zin wat we ook meer mogen koesteren. En waar we soms, of als Nederlanders, soms te makkelijk opgeven. Hè, dus daar mogen we ook zeker meer in investeren. En datzelfde geldt ook over Sparta, wat je net ook. Dat is ook een van de 10 punten die ik een soort van 10-puntenplan heb voor Nederland, voor meer patriotistisch Nederland opgesteld. Ook sport zit daar natuurlijk bij, omdat juist sport niet alleen mensen van hele verschillende groepen bij elkaar brengt op het sportveld. Hè, maar uiteindelijk ook hè, de momenten dat we trots kunnen zijn op Nederland en dat we ons met elkaar verbonden met onderling met elkaar voelen, zijn natuurlijk ook de momenten dat Nederlandse sporters bepaalde sportprestaties leveren. En voetbal, maar ook met Olympische Spelen, heel andere sporten. Dat zijn belangrijke momenten. Dus daar moeten we ook zeker in investeren als Nederland zijn. Ja. En wat ik me altijd ook afvraag is, dat zijn inderdaad belangrijke momenten, maar zijn het ook terecht belangrijke momenten? Of is dat een vraag die niet echt relevant is over dit onderwerp? Nee, niet zozeer. Omdat het gaat denk ik niet zozeer over, ja, wat is nou de intrinsieke waarde ervan, zeg maar. Ja, wat heb je nou aan een sportbeker? Ja, hartstikke leuk. Het gaat meer om het gevoel en emotie die natuurlijk onder zit. Hè, van en hoe die gezamenlijk beleefd wordt, als het ware. Hè, dat is een neveneffect eigenlijk ervan. Ja, dus dat je kunt bijvoorbeeld zeggen, ja, voetbal, ja, wat doet het ertoe? Eigenlijk, je had de Corinus Michel zei, voetbal is oorlog. Ja, letterlijk. Ja, voor heel veel mensen in de wereld is het iets waarvoor ze leven, zeg maar. Hè, van dat er een bepaald gevoel, een bepaalde emotie, wat ook direct gekoppeld is aan een identiteit. En dat kan een clubidentiteit zijn, hè, maar in het geval bijvoorbeeld Nederlands elftal is dat de nationale, de Nederlandse identiteit. Hè, in die zin van, ja, wat heb je eraan? Aan zich, ja, zo is een beker hartstikke mooi, maar je kunt er niet zoveel mee. Maar als het gaat om de emotionele waarde van, voor de samenleving, die is denk ik heel groot. En van daaruit moet je denk ik ook daar juist in durven investeren. Nou, op zich, Nederland doen we dat goed hoor. Dus ik bedoel, het is ook niet zo dat ik zeg, we doen er veel te weinig mee. Mm. Wij zijn natuurlijk een sport lang puur samen, we investeren veel in sport. Maar we moeten vooral blijven doen. Ja. En ik hoop natuurlijk ook dat de komende jaren Nederland zelf al weer heel veel wordt op EK en WK. En dat we dat ook weer voelen als dat is wel iets wat een grote nooit meer heeft gespeeld. Maar dat is toch en Nederland zelf al iets wat ook burgers steeds aanhalen als iets van ja, dat is een evenement dat mensen bij elkaar brengt. Ja, ik denk wel dat er een verschil is met wat jij hiervoor schrijft over sport. Want inderdaad, we investeren wel veel in sport. Maar niet met het oogpunt dat, tenminste volgens mij niet, met het oogpunt dat bijdraagt aan de nationaliteit. Maar meer als een als iets wat een goede investering is. Want met hetzelfde geld zouden we ook veel kunnen investeren in media en cultuur. Wat ook belangrijk is voor de identiteit, zoals je eerder al zei. Maar wat we dan niet doen, omdat dat daarbij niet echt duidelijk is. Wat nou de ROI is, de return on investment. Dat is een effect inderdaad, hè? Dat komt. Ja. Een 10-puntenplan, zeg je. Wat is het belangrijkste punt, denk je? Of welk punt staat er op die 10-puntenplan wat nu het meest verwaarloosd wordt, laat ik zo zeggen? Nou, ik denk dat het belangrijkste punt is onderwijs natuurlijk. Hè, want daar begint natuurlijk alles mee in de samenleving. Wat moet daar aan veranderen? Nou ja, daar mag je dus meer aandacht besteden dus aan patriotisme, Nederlandse identiteit, et cetera. In combinatie dus ook met burgerschapsonderwijs. Onderwijs over het verleden, onderwijs over de samenleving, verschillen in de samenleving enzovoort. He, dus dat mogen we meer die nationale identiteit uitdragen. En dat ja, goed, hoe je dat exact gaat doen, ja, kun je doen ook door bijvoorbeeld kinderen het volkslied te laten zingen. Maar dat alleen is dat niet genoeg. Dus inderdaad, hoe ga je het precies invullen is altijd een lastige vraag. Maar er is wel een andere discussie die nu gaande is. En de discussie is over artikel 23, namelijk religieus onderwijs. Zou dat in jouw beeld nog passen om een religieus onderwijs te hebben in Nederland? Of moet dat? Ja, ik heb het niet over, omdat ik het dan minder relevant vond. Ik ben zelf altijd een tegenstander geweest. Tenminste, ik ben een voorstander van verandering van artikel 23. Omdat ik het niet meer echt van deze tijd vind om al die religieus gesegregeerde scholen te hebben. Dan valt natuurlijk in de praktijk mee een groot deel van het confessioneel bijzonder onderwijs. Is natuurlijk niet meer heel erg religieus. Met name voor een aanzienlijk deel van de christelijke scholen zijn dat niet heel erg. He, maar je hebt natuurlijk nog steeds wel veel scholen waar veel sprake is van segregatie op basis van religie. He, en dat vind ik, segregatie is altijd denk ik een probleem voor de samenleving. En dus
dat moet je denk ik ook tegengaan. En artikel 23 mag wat mij betreft prima aangepast worden. Maar ik heb het in het boek niet echt over, omdat daar natuurlijk minder gaat over wat is de identiteit van de school. Mm. En meer van wat daar draag je uit natuurlijk in je curriculum. Van we hebben nu een burgerschapscurriculum, dat is een beetje mager. Van dat vinden heel veel leraren ook, maar ook toch ook veel politici vinden dat toch eigenlijk te mager. Daar mag je denk ik veel meer in investeren, veel zwaarder, veel meer uren erbij. Maar wel een combinatie, niet alleen als het gaat om die waarde van de democratie en de rechtsstaat, et cetera. Maar ook die identiteitsaspecten. Dat moet hand in hand gaan met elkaar. En dat hoort ook eigenlijk bij elkaar. Van als je van Nederland houdt, dan wil je graag dat Nederland een goed functionerende samenleving is, een sterke verzorgingsstaat en een gezonde democratie en een rechtsstaat die voor alle burgers is, et cetera. Dus dat moet hand in hand gaan eigenlijk met elkaar. Dus denk onderwijs is denk ik het belangrijkste punt. Een punt denk ik wat een beetje verwaarloosd is en waar heel veel mensen misschien ook niet zo heel snel positief over zullen denken, is het idee van een dienstplicht waar ik het ook over heb. Van, dat is natuurlijk nu goed opgeschort, hè? Niet afgeschaft. Formeel zit ik ook nog in, de dienstplichtige leeftijd, hè, in Nederland. Dus er kan een beroep op je worden gedaan, dat wordt in de praktijk niet gedaan. Dat heeft ook een reden natuurlijk, want ik haal met de verhalen van mijn eigen vader aan, hè, die in dienst heeft gezeten. Nou, dat leek mij verschrikkelijk als ik dat had moeten doen. Hè? Want een paar jaar van je leven kwijt om ergens in de middle of nowhere oefeningen te doen en je af te laten beulen door een of andere drillsessant. Dus daar, dat zag ik zelf ook niet. Niet echt bepaald zitten. Maar tegelijkertijd, het was wel een tijd waarin ook kameraadschap werd gekweekt. Hè? Waar mensen uit alle verschillende milieus van Nederland samenleving plotseling bij elkaar in de tent sliepen of samen ergens in de bosjes lagen. En in één keer daar goed bij elkaar kwamen. Terwijl ze dat daarvoor, anders, zoals ze dat niet hadden gehad, misschien helemaal niet hadden gehad. Dus het kan ook voordelen hebben. Ik zeg van dat mag je best opnieuw invoeren, dat je opnieuw mensen in dienst laat gaan. Dat hoeft niet militair dienst te zijn. Mm. Ja, dat is bijvoorbeeld een maatschappelijke dienstplicht. Dan kun je denken aan de zorg, kun je het onderwijs, vrijwilligerswerk, allerlei instellingen waar mensen nodig zijn. Ja, zou je bijvoorbeeld zeggen dat iemand een jaar bijvoorbeeld na de middelbare school bijvoorbeeld in dienst gaat? En dan kan ik dan kiezen hoe die persoon dat zelf invult, wat voor soort dienst dat wordt. Hè. We hebben bijvoorbeeld een jaar diensttijd waarin je dus iets gaat doen voor een bepaalde sector actief bent met mensen bij alle mogelijke milieus, alle delen van het land. Hè? En dan, omdat Nederlanders toch best wel jong al uit elkaar worden gehaald, verschillende groepen. Je hebt natuurlijk die selectie al op de basisschool, hè, van een CITO-toets en een onderwijsadvies. En dan en scholen die vrij gesegregeerd zijn. Dus dan kom je al heel snel in een bepaald milieu en daar blijf je in. En dan kun je misschien met sport bijvoorbeeld, kun je nog wel even met mensen uit andere milieus om ze aanraking komen. Maar dat raak je toch al vrij snel kwijt. Studiegroepen, studentengroepen zijn ook daaronder. Studentenverenigingen bedoel ik, kunnen ook dat enigszins dat effect bereiken. Kan inderdaad, maar ook daar zie je toch veel mensen uit dezelfde milieus die elkaar een beetje opzoeken. Dat is ook heel logisch, dat doen we allemaal. Maar ik denk dat er ook voordeel zitten waarin we toch mensen op een of andere manier dwingen om bij elkaar te komen met verschillende achtergronden. Zo'n idee van zo'n dienstplicht, bijvoorbeeld een jaar, dat zou zo'n moment kunnen zijn waarin je dat kunt bewerkstelligen. Ja, dus dat bijvoorbeeld dan misschien wat meer controversieel is en waar ook weinig aandacht aan besteed wordt, terecht opnieuw, omdat natuurlijk ook veel nadelen aan vastzitten. Maar ik schets ook een aantal voordelen in het boek die er ook aan vast kunnen zitten, waarom het misschien toch het overwegen waard kan zijn. Ja. Ik denk dat we het in het begingesprek van het gesprek ook al gehad hebben over de spanning tussen het, laten we zeggen, instappen van de overheid en zulke dingen te doen, waardoor het illiberaal kan worden. Dus ik denk dat we dat duidelijk genoeg hebben aangekaart, zonder niet nog een keer het hoeven te hebben over hoe de dienstplicht dan ook in zijn schaduwzijde kan omvallen. Dus, maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die dit nu luisteren en die veel minder hiermee hebben, daar toch wel schichtig voor zijn. En ook schichtig zijn voor een overheid die daar zo'n grote rol in zou willen spelen. Maar daar wil ik nog iets tegen inbrengen. Iets inbrengen tegen mijn vermeende, tegen de vermeende mening van mensen die dit kijken. Namelijk, het punt is wel dat die identiteitsvorming is altijd gaande. Of er nou een overheid instappen of niet. En ik denk dat ik nog een extra dimensie aan de discussie wil toevoegen, namelijk die van de aandacht. Waar je aandacht gevestigd is, dat is een belangrijk onderdeel van de identiteit die je vormt.
En je aandacht kan zich vormen naar inderdaad een religieuze identiteit of een lokale identiteit en dergelijke. Maar waar heel veel mensen op dit moment mee te maken hebben, is dat hun aandacht gevormd wordt door middel van media, social media en de schermen die ons leven beheersen, laat ik het zo zeggen. En wat voor informatie daar ook op staat. En die schermen in ons leven zijn vooral gericht op het extraheren van geld van ons en extraheren van aandacht van ons. Dus daar moet op de een of andere manier moet een tegenwicht geboden worden om te voorkomen dat, dat burgers steeds meer consumenten worden, omdat hun aandacht steeds meer gevat wordt door de schermen die hun leven beheersen. En alhoewel ik niet in principe voor zou zijn voor een dienstplicht, kan ik en in principe voor zou zijn voor een overheid die heel sterk een identiteit uitdraagt, ben ik wel erg sterk voorstander voor een entiteit die een tegenwicht kan bieden tegen de verconsumentisering van mensen door de schermen van ons leven. En dat betekent dus in de brede zin betekent dat ook grote corporates en buitenlandse machten. En of die entiteit nou een overheid is of een ideologie of wat anders, is mij denk ik een beetje om het even. Alhoewel ik wel denk dat het op dit moment de plek is van de overheid om daar veranderingen in door te voeren om dat tegenwicht te kunnen bieden. Ja, wel eens. Ik moet goed in vinden. Ik heb het zo goed hier dat noemde. Ik heb eigenlijk in mijn boek weinig aandacht besteed aan de uitdaging die natuurlijk technologie voor ons legt. Dat is ook omdat ik daar minder in thuis ben. Dat is minder mijn expertise. Maar ik kan me helemaal bij aansluiten inderdaad. Om te voorkomen dat mensen inderdaad alleen maar consumenten zijn die de hele dag naar hun scherm staren. Dan heb je iets nodig natuurlijk wat mensen weer met elkaar verbindt. Ja. Onderling. En dan heb je hoe dan ook een overheid nodig die dat proces vormgeeft. En dat kan opnieuw zijn in het onderwijs, of een dienstplicht of andere mogelijke manieren. Maar daar heb je actief beleid aan nodig. Dat kun je denk ik niet alleen maar aan de samenleving overlaten dan komen we er vanzelf wel. Mensen vinden dan wel vanzelf hun weg. Ik denk het niet. Ja. Dus tegelijkertijd, technologie is natuurlijk, daar kun je natuurlijk op heel verschillende manieren inzetten. Je kunt het daar wel gebruiken om te werken aan een utopie, maar ook aan een dystopie. We kennen natuurlijk ook genoeg voorbeelden van een overheid die technologie tegen haar eigen burgers gebruikt. En dus ook daar moeten we natuurlijk voor waken in Nederland. Dat geeft mogelijkheden, maar het biedt ook bepaalde uitdagingen. En ik denk dat je daar zeker ook een overheid in nodig hebt die daar een belangrijke rol ook in speelt. Ja, absoluut. Ja. Ja. Wat zijn nog belangrijke dingen die je benoemd wil hebben? Die we nog niet besproken hebben? Ik denk dat we een aantal van de belangrijkste punten hebben. We hebben het natuurlijk gehad over welke uitdagingen staan we voor. Van welke oplossingen. Wat misschien nog interessant is natuurlijk om het te hebben over wat is nou die Nederlandse identiteit? Ja. Dan natuurlijk. Hè, van waar hebben we het dan? En Nederlanders die zeggen al heel snel van dat is een beetje spruikjeslucht en zo. En dat is iets van, wat die nou precies omhelst, dat vinden we vaak ook heel lastig. Hè? Tegelijkertijd, goed, er zijn wel onderzoeken naar gedaan waarin dat juist heel duidelijk naar voren komt. Dus een beetje discrepantie. Onderzoeken zeggen enerzijds Nederlanders zijn heel erg onzeker over de identiteit, worstelen deel erg mee. Anderzijds Nederlanders van alle verschillende achtergronden weten heel duidelijk te noemen waar de identiteit over gaat. Vrijheid wordt vaak het belangrijkste aspect daarvan genoemd. Feestdagen natuurlijk, cultuur, et cetera. Maar ook het landschap bijvoorbeeld, wordt daarin belangrijk gevonden. Bepaalde kenmerken van de Nederlandse mentaliteit is directheid, soberheid, eerlijkheid, et cetera, nuchterheid. Dat zijn kenmerken die allemaal ook belangrijk worden geacht. Dus het gaat eigenlijk om een combinatie van waarden, kenmerken eigenlijk van hoe Nederlanders, van de volksaard om het zo maar te zeggen, geschiedenis, feestdagen, landschapskenmerken, zeg maar, daar een mix eigenlijk van. Dat zijn zaken die Nederlanders dan zien als, want dat is wat de Nederlandse identiteit tot de Nederlandse identiteit
maakt. Maar dat opnieuw, daar zullen ook verschillen natuurlijk in zitten. Hè? Want ja, opnieuw iemand uit Limburg zal dan misschien ook een andere invulling geven dan iemand uit Amsterdam. Natuurlijk. Hè? Maar grote lijnen gesproken, hè, kunnen de meeste Nederlanders zich daar wel een beetje in, ja, in vinden. Ja. Hè, van wat identiteit van naast. Ja, je had ook in het begin van je gesprek over dat jouw meer biculturele vrienden heel goed het verschil weten tussen wanneer ze iets Nederlands doen en wanneer ze iets niet Nederlands doen. En daar kan ik me wel in vinden. Alhoewel ik ook wel eens met mijn neus op de feiten ben gedrukt. Doordat iemand tegen mij zei, waar heb je het over? Zo, dat doen wij ook. En dat waren dan meer, die kwamen uit een meer boerenomgeving. Dus soms is er ook een verschil tussen wat we denken inderdaad. Even kijken, een voorbeeld. Een van de voorbeelden is dat als wij in Koeristan bij familie komen, dan is er altijd heel veel eten en je hebt nooit genoeg gegeten. Ja. En dat plaatste ik als een zeer Koerische eigenschap. En daar werd tegenin geworpen. Nou, dat is helemaal niet waar. In onze boerenstreek is dat precies hetzelfde. Als je bij oma komt, moet je heel veel eten. Dus, ja. Dus soms zijn er ook verschillen die we denken dat verschillen zijn, maar die geen echte verschillen zijn. Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens, denk ik. In die zin denk ik, ja, natuurlijk, dat kijk, je ziet natuurlijk, in elke cultuur zijn heel verschillende variaties. Hmm. Ja, dus dat is zeker een feit. Die voor deel ook door geografie ingevuld zijn, et cetera. Maar ik denk dat je globaal nog wel kunt zien. Opnieuw heeft het een rol van eetcultuur. In Nederlandse cultuur is eigenlijk geen echte eetcultuur. Eten speelt een veel minder belangrijke rol. Maar dat speelde in heel veel zuidelijke culturen bijvoorbeeld. He, dus daar waar eten echt het centrale aspect eigenlijk van het sociale leven omvat. En dat is in Nederland eigenlijk niet nauwelijks het geval. Dus globaal gezien, he, als je over de cultuur een hele breedte hebt, zijn daar denk ik die verschillen wel benoemen. Maar binnen elke cultuur zijn natuurlijk alles variaties die misschien wel meer aansluiten bij elkaar zullen. Nee, zeker. En er zeker zijn in brede zin zijn inderdaad die verschillen. Wat ik probeerde aan te geven was dat wat ik als een verschil zag ja, hij dus totaal niet als een verschil. Ja. En over eetcultuur gesproken, één ding wat ik nooit zal leren, of nooit, denk ik, nooit in zal integreren, is de boterhammencultuur. Dat is echt, ik heb ooit iemand pindakaas zien eten en dan niet en dan droge pindakaas en dan niet twee boterhammen, maar dan echt gewoon vier stuks op elkaar. Nou, toen dacht ik echt van, wauw, wat gebeurt hier opeens? Dus die boterhammencultuur, daar heb ik ook verder nergens anders in de wereld gezien. Dus niet alleen maar niet in Koeristan. Maar is dat in België volgens mij niet eens? Of in Duitsland volgens mij niet eens? Nee, daar heb je ook veel meer witbrood dan de Fransen inderdaad. Dat soort dingen. Ja, ik weet nog dat ik ooit, ik werkte in het Europese parlement. En de eerste dag werd ik door mijn chef mee uit eten genomen. Dat was lunch in de kantine. Mijn chef was ook een Nederlander. Ja. En ik had mijn broodje net meegenomen. Dan ga je heel snel leren hoor. Straks zit je hier elke dag warm te eten. Maar ik ben het gewoon blijven doen al die tijd. Omdat ik het zo gewend was. En het ook gewoon lekker vond. En het ook gewoon goedkoop was. Hè, want dan hoef je niet elke keer een dure lunch in die kantine te bestellen. Dus toen had ik natuurlijk veel salaris. Dan is ook meer geld over natuurlijk. Dus, ook een heel Nederlands eigenschap inderdaad. Ja, ook inderdaad een heel Nederlands eigenschap inderdaad. Wij besteden ook minder geld natuurlijk aan eten opnieuw. Omdat ik zeg, we hebben minder eetcultuur. Dus eten speelt veel minder belangrijke rol in onze cultuur. Maar goed, ja, daar zullen altijd natuurlijk bepaalde variaties in blijven. Kijk, ik zie natuurlijk zelf bij heel veel biculturele Nederlanders dat als het gaat om eten, als het gaat om dansen, zang, et cetera. Dan zijn vaak elementen die men heel erg koestert. Hè? Wel vanuit de cultuur zeg maar, van de ouders, het land van herkomst, et cetera. En dat hoeft ook helemaal niet, dat is ook helemaal niet problematisch. Omdat ze juist dingen die juist ook een samenleving kunnen verrijken. Natuurlijk, kijk alleen dan, ik heb het met mijn student wel eens over diversiteit. Hè? Van groot voordeel natuurlijk. Ja, wat je bij spreken overal kunt eten, kunt kopen, kunt doen. En naar kunt luisteren, kunt zien, et cetera. Dat zijn juist dingen die heel mooi worden. Gevonden met veel waardering voor hebben als het gaat ook in diversiteit. Ja, de onderliggende problemen zijn natuurlijk bij waarden. Als het gaat om botsende waarden en groepsidentiteiten in de samenleving. Dan kom je bij de uitdagingen van diversiteit voor de samenleving. Ja, maar dat aspect, dat kan ook prima bestaan, zeg maar. En, daarin is ook de Nederlandse cultuur ook zeker niet perfect in. En daar kunnen we ook zeker leren natuurlijk van andere culturen. En ook van verschillende minderheidsgroepen in onze samenleving. Ja, dus dat is zeker iets moois om die diversiteit daarin te koesteren. Ja, maar goed, uiteindelijk, ja, er zijn nog altijd wel verschillen. En die zien we op zo'n moment, als je dat beschrijft, ja, dan zie je dat. En dan zie je, ik doe dat niet zo. Ja, dat is niks voor mij. Ja, ik kan anders in staan en dat is prima. Ja, ik wil nog één ander verschil beschrijven over waarin voor mij de Nederlandse identiteit heel sterk duidelijk wordt.
En dan zijn we kunnen we afronden. Een van de dingen wat je in Nederlands identiteit ziet is als jij iemand ergens om vraagt en die persoon zegt nee of ik kan niet, dan laat je het daarbij. Ja. En het is ook zelfs een beetje onbeleefd om iemand te vragen zich te verantwoorden voor de keuze. Dat is waar ik vandaan kom, totaal niet het geval. Als ik nee zeg op een uitnodiging, dan moet ik eerst heel goed gaan verantwoorden waarom ik nee zeg. En ook, het komt ook wel weer heel sterk terug met eten. Ik weet een verhaal van een Koerdische vrouw die net, of Koerdische gezin die net in Nederland was en waar dan een Nederlands gezin op bezoek kwam. En die Nederlandse vrouw was natuurlijk klaar met eten. En ze had haar bord netjes leeg gegeten. En toen kwam niet de vraag of ze een tweede portie wilde, maar de eis dat ze een tweede portie had. Bij een nee van haar werd er natuurlijk nog een keer aangeboden, want dat is de cultuur. Je biedt het aan, want anders kom je over als een krent als je na één keer al zegt laat maar. Dus die vrouw blijft aanbieden en deze Nederlandse vrouw blijft nee zeggen, tot ze op een gegeven moment gewoon in tranen uitbarst, omdat ze gewoon niet weet wat ze moet doen, want ze kan echt niet eten, maar het woord maar blijft maar aangeboden worden. Dus dat idee dat een nee is gewoon een nee, dat is ook iets heel Nederlands. Dat doet mij denken eigenlijk aan een hele leuke anekdote van toen ik kind was. Ik groeide op Zuid-Groningen, dat je in die tijd veel AZC's. En mijn ouders deden via de kerk ook vrijwilligerswerk, zeg maar. En we gingen op een gegeven moment cadeautjes brengen aan Irakese christenen in een AZC. We zaten daar bij hun en er kwam schaalkoekjes komen aanzetten. En wij dachten, we moeten dat allemaal gaan eten. Ik heb het ons best gedaan om die hele schaal leeg te vreten, helemaal misselijk te eten. En vervolgens komt die moeder met een nieuwe schaal, komt ze aan, vol koekjes aan. Toen hadden we het niet meer, maar we hebben nog een schaal, ik kan het niet. Ja, maar dat is het leuke dus. In Nederland is het onbeleefd om een bord niet leeg te eten. En waar ik vandaan kom, is het onbeleefd om een bord leeg te laten. Je hoort je gasten het zo comfortabel mogelijk te maken, want het zou niet leuk zijn voor de gast om te moeten vragen voor extra eten. Precies. Ja. En dat is natuurlijk een heel klassiek verschil inderdaad. Toen totale culturele miscommunicatie ontstond. Dus dat hebben we heel goed oplossen. Want die mensen hadden vrij snel ook snel door dat dat niet meer hoefde. En dat we het dan weer lekker vonden en heel erg waardeerden enzovoort. En dat we echt niet meer konden. Dat is uiteindelijk, dat kun je alleen maar leren denk ik, door in aanraking met elkaar te komen. Ja. En die verschillen te ondervinden en die ook te bespreken. Ja, en dat is denk ik wel een voordeel van de Nederlandse cultuur. Nederlanders gooien heel snel dingen op tafel, maken ze bespreekbaar en stellen vragen. Terwijl ook soms voor andere landen dan ga je minder snel direct naar het pijnpunt, zeg maar. Hè? Van waar zit dat dan? En dan wordt het iets meer omhuld enzovoort. Dus ik vind dat een voordeel van Nederland. Dat leg je dan op tafel en dan vraag je van hoe zit dat? En dan leer je van elkaar. En dan kun je ook van elkaar leren op zo'n moment. En dan kun je ook dingen overnemen. Ik heb zelf in het Midden-Oosten gewoond. Daar heb ik ook wel iets geleerd over het belang van gastvrijheid, zeg maar. Hè? Dat we dat in Nederland minder kennen, bijvoorbeeld. Hè? Dus daar heb ik ook veel waardering voor gekregen. En ook ten aanzien bijvoorbeeld van buitenlanders, in die zin van mensen die op bezoek zijn in je land. Hè? Als ik in het Midden-Oosten ben en ik vraag ergens de weg, een tal van mensen die me willen helpen. Ja. Ja, goed, hier heb je dat minder. Dus ik ben ook meer opengestaan voor als ik een buitenlandse familietoerist die hier de wegvrouw hulp nodig heeft. Ja, dat doe ik nu veel sneller, omdat ik geleerd heb vanuit mijn ervaringen daarvan. Mensen daar ook voor anderen openstaan, hè? Die ze totaal niet kennen. Sterker nog, mensen zijn soms veel vriendelijker ten aanzien van buitenlanders dan ten opzichte van hun eigen landgenoten. Klopt. Je hebt een bepaalde trots ook naar je land en dat wil je graag zien, laten zien aan mensen die van buiten zijn. Leuk. Hey, supergoed gesprek. Ik vind het heel interessant. Ik denk dat je een aantal goede spanningen beschrijft die er leven op het gebied van identiteit. Het belang ervan, maar ook de schaduwzijde die er kan ontstaan en hoe je dat balans moet zoeken. En ik denk dat het inderdaad iets is wat de komende jaren, misschien wel decennia, wellicht zelfs een bewust project moet gaan zijn. Als we weerstand willen bieden tegen allerlei krachten die we al in het gesprek benoemd hebben. Die dan wel intentioneel, dan niet intentioneel de burgermaatschappij uithollen. Zeg ik het zo goed? Ja, ik denk het wel. Dan wens ik in ieder geval een fijne dag verder. Ik ga de opname stoppen, maar we kunnen nog wel een beetje napraten als je wil. Leuk gesprek, dus dank je voor.